Ieder mens is uniek en waardevol voor God. Wie je ook bent, wat je achtergrond ook is, jij telt mee. De ChristenUnie is overtuigd van de waarde van de kleine gemeenschappen waarin mensen tot bloei komen. Om die bloei te dienen, moet de overheid vertrouwen geven. Te vaak is een systeem belangrijker dan mensen. Te vaak blokkeren kille targets, doelen en regels de menselijke maat. Te vaak is er nauwelijks oog voor die ene. Te vaak is er wantrouwen waar vertrouwen nodig is. Dit moet radicaal anders. Het is tijd om recht te doen. De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner die bijdraagt aan de samenleving en aan iedereen die een helpende hand nodig heeft. Recht doen aan de schepping. Recht doen aan de woningzoekenden. Recht doen aan de waardevolle lokale economie. Rechtvaardige regels zijn nodig, maar ook de ruimte om daarvan af te kunnen wijken om iemand er bovenop te helpen. Ruimte voor oplossingen op maat. Daarom zet de ChristenUnie zich in voor een samenleving waar we samen recht doen. Wij willen zorgen voor het leven, voor de familie, de alleenstaande moeders, de jongeren. Hier in Den Helder willen we ook zorgen voor de zwakken in de samenleving. We willen ook zorgen voor de asielzoekers, de arbeidsmigranten. Als ChristenUnie in Den Helder willen we er zijn, ook voor de ouderen. We zijn er voor een ondernemer die elke dag keihard werkt. En waar wij ons als ChristenUnie hard voor willen maken is een stad waar het de moeite waard is om in te leven. Een stad met mooie gebouwen waar we fijn met elkaar kunnen zijn. Dus stemmen op de ChristenUnie komende verkiezingsjaar en help ons om te zorgen voor onze samenleving. De ChristenUnie is voor mij een partij die eraan werkt om God in de samenleving zichtbaar te maken. Daar ben ik voor gemotiveerd en daar wil ik alle christenen van Den Helder ook toe oproepen om daar op hun eigen manier een bijdrage aan te leveren. En daar hebben we hier mensen voor nodig. Mensen die ons helpen in het raadswerk. Mensen die ons helpen om de ChristenUnie te besturen. Mensen die helpen om de raadsleden te ondersteunen in de steunfractie. Mensen die helpen bij wat er ook maar te doen is om deze stad mooier te maken. Daar hebben we ook jou voor nodig. Misschien ben jij ook de komende periode beschikbaar. Ook als je geen ervaring hebt en je geen idee hebt hoe de politiek werkt, we helpen je op weg. We doen het samen. Om onze idealen waar te kunnen maken, hebben we jou keihard nodig. Nu. Wil jij jouw gaven en talenten inzetten? Meld je aan voor 15 november, zodat we samen met jou op weg kunnen gaan. Aandacht voor wat echt telt. Samen recht doen. Daar gaat het om. Geloof, hoop en heel veel liefde.